Het schaatsseizoen is begonnen. De trainingskampen zijn achter de rug en de schaatsers zijn weer op het ijs te vinden. Ook de Noord-Hollandse Irene Schouten heeft haar voorbereiding afgesloten. Eind van de zomer heb ik echt heel goed kunnen trainen. En we zijn eergisteren net teruggekomen uit Duitsland. Hadden daar een trainingskamp en dan stonden we een week op het ijs. En eigenlijk had ik direct wel het goede gevoel te pakken. Dus daar ben ik wel heel tevreden over. Voor de 25-jarige Schouten is het een speciaal seizoen. In februari zijn de Olympische Winterspelen. De Maastart is voor het eerst Olympisch en dat is nou juist het favoriete onderdeel van de Wervershoofdse. Ja, het is een spelletje en dat vind ik heel leuk. En ja, de laatste ronde komt echt ook wel op snelheid aan. En nou ja, ik heb wel best wel veel snelheid, dus ik vind het ook gewoon leuk om vol snelheid door de bocht te gaan. Jillet Anema is de coach van Schouten. Hij maakte al meerdere Olympische Spelen mee. En Anema is al druk bezig met de voorbereiding op het toernooi. We hebben vorig jaar al een Olympische voorbereiding gedaan. Waarbij eigenlijk het zo is dat je als het ware een trap oploopt. In oktober de eerste tree, in december de tweede tree en in februari dan de speler. Dan moet er absoluut de topvorm zijn. Schouten wacht een druk seizoen. Naast de Maastart rijdt ze dit jaar ook de 3 en de 5 kilometer. En is ze de favoriete bij de marathons. Nou, tot nu toe kan ik de combinatie nog wel goed doen. En ik heb wel, weet je, ik ben wel beter op de master dan op de 3 of 5 kilometer. Maar weet je, misschien heb ik tijdens de kwalificatie een goede dag en plaats ik me wel op de 3 of 5. Nou, dan is het mooi meegenomen. Maar mijn hoofddoel is wel de master. Schouten heeft veel gepresteerd bij de master en is volgens Anema de grote favoriete om naar de Spelen te gaan. Voor haarzelf is dat heel lastig. Want ja, dan heb je eigenlijk zo iets in jezelf van ja, eigenlijk hoor ik er naartoe te gaan. Maar ja, er is niemand natuurlijk mee eens. Je hebt gewoon concurrenten en die willen jou eraf rijden. En ja, dat is een hele moeilijke situatie. Ik kijk me eerst uit om te plaatsen. Dat is gewoon het belangrijkste. En voor de rest kan ik gewoon nog niks zeggen. Want ja, je kan er ook zo naast staan. En dan kan ik wel de hele tijd over de Olympische Spelen praten. Maar als je niet naartoe gaat. De Olympische Spelen in Zuid-Korea zijn in februari. De meeste Elfstedentochten werden ook in februari gehouden. Mocht het komend jaar tot de Tocht der Tochten komen, moet Schouten kiezen. Elfstedentocht. Ja, iedereen vraagt het, maar dat is voor mij heel simpel. De Elfstedentocht kan heel lang duren. Het kan wel 15 jaar duren voordat het weer komt. En de Olympische Spelen is 3 jaar later.